Het is onrustig in de Goffert. Na het verlies in de Gelderse derby tegen Vitesse stond afgelopen week ook midweeks een wedstrijd op het programma. Uit bij FC Groningen slaagde NEC er wederom niet in om ook maar één punt mee te nemen uit de Euroborg. Zaterdag staat het thuisduel tegen Ajax op het programma. Voorwaar geen tegenstander waar NEC in deze vorm makkelijk punten zal kunnen scoren. Ajax is nog volop bezig om aansluiting te vinden met koploper Feyenoord. Mogelijk biedt dat kansen voor NEC. Ik vind Ajax, ik denk niet dat ze aan ze morgen hier spelen aan Schalke 04 denken. Dat denk ik niet. Nou. En Peter Bos heeft over mogelijkheden in zijn selectie. Dat hij, ja, misschien wisselt hij een beetje, omdat ze natuurlijk ook nu met Feyenoord AZ en nu Schalke, ja, drie moeilijke wedstrijden hadden en nog hebben. Ja, maar nee, ik denk niet. Ze hebben zoveel kwaliteit in de selectie dat ze een heel goed team hebben. De verwachtingen tegen Ajax zijn hoog gespannen. Meer balbezit Ajax. Ik denk ook meer doelpogingen, meer standaard situaties. Also alles wat aan de bal is, hebben ze denk ik meer. Dat is ook normaal tegen de eerste drie. Ja, wij moeten defensief alles knokken. Wij moeten goed op de counter spelen. Dat is zo die idee. We kijken nog of we met één of met twee spitsen, als we met één of twee centrale spitsen spelen. Dat moeten we nog nadenken en dat is het idee. Ook Peter Uballa mist het scorend vermogen van zijn ploeg. Ja, doelpunt scoren weer helemaal niet zo slecht. Ja. En ja, het gevoel meenemen, ook Groningen, waar we echt weer kansen gehad hebben. En ja, niet teleurstellend beginnen, niet angstig beginnen, volle bak erop gaan. En ja, dan een beetje de doelpunt afdwingen. De selectie is redelijk fit. Nee, Buwalda en Dierenstam is geblesseerd. En dan zijn alle fit. Zaterdag om 19:15 in het Goffertstadion in Nijmegen, NEC Ajax. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.